Hoi allemaal, vandaag hebben we weer een nieuwe competitiewedstrijd voor jullie. Vandaag spelen we tegen Terneuzense Boys. We hopen op een sportieve wedstrijd waarin we natuurlijk weer 3 punten kunnen pakken. We hebben een interview met hoofdtrainer Sander Fakkel, de man of the match en de tegenstander. Veel kijkplezier. Volgens mij staat hoofdtrainer Sander Fakkel. Sander, jullie eerste competitie van dit kalenderjaar zijn binnen. Ja. Je moest even nadenken, maar die zijn binnen. Gefeliciteerd. Denk je dat, dat je deze lijn voor kan zetten? Dat hoop ik. Ja, prima overwinning natuurlijk hier thuis tegen Neptunus. Geeft dat jullie meer vertrouwen? Geen idee, dat zal vandaag moeten blijken. Ik hoop het wel, want eerste helft was prima, tweede helft viel weer wat tegen. Hoop om het langer door te trekken. Ja, en je zegt een belangrijke wedstrijd vandaag. Dat klopt, want Terneuzense Boys staat gelijk volgens mij. Nee, 1 punt, of tenminste 1 wedstrijd. Ja, ze staan 3 punten boven ons, maar ze hebben een wedstrijd meer gespeeld. Ja, dat is het precies. Ja. En dan staan ze 1 plek hoger dan ons. En als wij winnen, dan staan wij hoger dan Terneuzense Boys. Ja, het wordt gewoon super belangrijk om nu de komende fase heel goed door te komen. En waar echt alleen maar punten tellen. Ja, nee, zeker. En wat je de vorige keer ook al aankaartte, het is natuurlijk heel belangrijk om niet te degraderen. Dus niet naar beneden kijken en vooral omhoog kijken. Hoe verwerk je dat in het team of tijdens het trainen? Ja, niet. Je moet gewoon vandaag goed zijn en dan moet je gewoon winnen. Het is gewoon wedstrijd voor wedstrijd bekijken. En tegen Neptunus deden we het eerst zelf prima. Dan hoop je vandaag weer verder te bouwen. Ja, en als we dat doen, dan denk ik dat we goed genoeg zijn om vandaag thuis te winnen van Terneuzense Boys. Ja, dat zou tof zijn. Wat nu ook een beetje gaande is natuurlijk de transferperiode. Merk je daar wat van in de groep of tijdens het voetballen? Nee. Nee, zit daar niks? Nee, niet bij mij. Misschien wel rondom het elftal. Maar niet bij mij. En ik probeer dat. Ja, ik heb zelf vroegtijdig aangegeven dat ik de club zou gaan verlaten. Duidelijkheid, de club kan door, ik kan door. En nu moeten we het zo goed mogelijk eindigen. Ja. En daar zijn we hard mee aan de slag aan het gaan. Ja, dat is zeker waar. Wat je ook vorige keer in het interview zei, is dat dat jullie als team kwaliteit hebben, maar ook heel veel dingen missen. Ja. Wat zijn die dingen die je dan mist? Nou, ik denk dat wij een heel goed voetballend elftal kunnen hebben. Maar je hebt ook fases van de wedstrijd niet de bal. En dan moet je gewoon beter verdedigen. En daar heb je gewoon een bepaalde instelling voor nodig. Wat ik soms wel eens mis. En over mijn lijkmentaliteit. Kritisch zijn op de kansen die je krijgt. Je krijgt niet heel veel kansen. En daar moet je dus ook doelgerichter op zijn. Het gaat maar om één ding en dat is wedstrijden winnen. En het lijkt soms wel of wij leuk voetballen belangrijker vinden dan te winnen. En dat heb ik vaker bij de groepen aangegeven. We kunnen heel goed voetballen, maar voetballen is meer dan alleen met de bal omgaan. Ja, nee, dat is zeker waar. En stel je wint vandaag, is dat voor jullie dan ook een meer vertrouwend gevoel? Geen idee. Je moet vandaag winnen en dan kan je weer iets meer aansluiten bij de ploegen die boven je staan. Ja, dat hoop ik wel natuurlijk, want je hoopt zoveel mogelijk wedstrijden te winnen. Zeker, ja. Maar eerst vandaag gewoon. Ja, oké, nou succes vandaag. Dankjewel. Bij ons in Oud-Beijerland. Het mooie lied, gezongen door Helemaal Hollands. Dat is de muzikale begeleiding waarbij beide teams het veld gaan betreden van de Kikkershoek. Het hoofdveld waar eerder die dag SO2 een prachtige overwinning heeft gehaald op Spitshoek. Waarbij ze 8 punten losstaan in de competitie. En dan gaan we nu kijken wat het vlaggenteam van SO ervan gaat maken. Brian de Vaal staat op goal. Dennis Groot-Johan. Danny Kerpel. Dennis Outermans. Ingmar van Brugge. Kevin Angel. Sander de Heus, Tim de Pender, Jeroen Eikelenboom, Roy van der Plicht en Robin Winkels. Dat zijn de mannen die het vandaag gaan doen. En met de overwinning nog in het achterhoofd van 2 weken geleden gaat SO vol vertrouwen deze wedstrijd beginnen. Sander de Heus aan de bal, die wil de 16 in, maar die wordt neergelegd. Vrije trap net buiten de 16. Het zijn Roy van der Plicht en Kevin Angel die zich melden voor deze vrije trap. Roy van der Plicht, nee toch niet Kevin Angel, maar die bal die gaat ruim over de goal. Na een half uur spelen hebben beide ploegen het net nog niet gevonden. Nu de mannen uit Terneuzen richting de goal van SO. De bal wordt ingebracht. Er staat Miroslav Peric en die weet de bal in het net van SO te krijgen. Het is 0-1 aan de Kikkershoek. Jeroen Eikelenboom helemaal mee naar voren op de achterlijn van Terneuzen. Legt de bal bij Kevin Angel. Kevin probeert die bal in te brengen, maar dat is niet gelukt. Het uitverdedigen is hier van Terneuzen. Met een lange haal naar voren komt die bal terecht bij Jochem van der Meulen. En die dribbelt de bal naar de helft van SO. En die kijkt en die kijkt en die ziet Brian de Vaal.
ver voor zijn goal staan en een hele bekeken slimme goal zorgt ervoor dat Terneuzen met 2-0 voor komt te staan tegen SO. En zo belooft het een zware middag te worden voor het team van SO dat hier aan de bal is en zo vlak voor tijd nog probeert richting de goal te komen. Hier een lange bal richting Roy van der Plicht. Die kan die bal niet aannemen. De bal die gaat over de zijlijn en we horen op de achtergrond scheidsrechter Ere affluiten voor de eerste helft. We zien daar trainer Sander Fakkel richting de kleedkamer gaan en daar zal flink gesproken gaan worden waarschijnlijk. En ik raad je aan om deze aflevering niet door te skippen, want in de rust is er wat te verdienen voor de oplettende kijker van SO TV. De sponsor van deze aflevering is VTC Jeans. We hebben dit keer ook een leuke prijsvraag voor jullie. Wat verkoopt deze sponsor nog meer naast kleding? Weet jij het antwoord? Reageer dan onder deze video en wie weet win jij een leuke broek. Welkom bij het Vrije Tijdscentrum te Dordrecht. Zoals je ziet hebben we een ruime winkel van 400 vierkante meter dames- en herenmode nabij het centrum van Dordrecht. Wij brengen een hele ruime collectie van onder andere de merken PME Legend, Cast Iron, Petrol, Cash, Cubes. En voor de dames brengen we Geisha, Enjoy, Angels, Parami. En zo kunnen we eigenlijk nog wel even doorgaan. Onze kracht is dat we voldoende gratis parkeergelegenheid hebben. We brengen vele merken onder één dak voor hem en haar. En om ons een beetje te promoten in de Hoekse Waard hebben we een hele leuke actie bedacht voor degene die met zijn lidmaatschapskaart komt van voetbalvereniging SO. We hebben een actie tot en met 31 maart krijg je op je aankopen 15% korting. Dus je bent van harte welkom. De gesprekken zijn gevoerd in de kleedkamer en SO weet wat het moet doen. We komen erin in de tweede helft bij een corner van Terneuzen. De bal komt voor de doelmond van SO en het is Ingmar Verbrugge die de bal wegwerkt, maar niet helemaal. Want de bal belandt voor de voeten van een Terneuzense boy en die wilde 16 in dribbelen. En Kevin Angel die houdt vast. En dat is gewoon een strafschop. Daar kan de scheidsrechter niet omheen. Strafschop, daar staat voor klaar Raymond de Vlieger van Terneuzen. En die weet de bal in de rechterhoek te krijgen. 3-0 al voor Terneuzen. Ja, er kan gelachen worden bij Terneuzen. Dat zien we hier, terwijl alles en iedereen die SO lief heeft er net iets anders over dacht. Hier Tim de Pender aan de bal. Tim de Pender legt de bal op de linkerkant bij Kevin Angel. Kevin Angel en een schot op de goal van Terneuzen. En daar staat de keeper in de weg. Terneuzen wil uitverdedigen. Maar de bal belandt bij Ingmar van Brugge. Ingmar van Brugge aan de linkerkant, Robin Winkels. Robin Winkels legt de bal op Giovanni Brevaert, die in de tweede helft in het team is gekomen. Ingmar van Brugge weer aan de bal. Ik dacht even dat hij naar Andrew Vertegelen ging, maar de bal gaat naar Dennis Groosjohan. En weer naar die linkerkant, daar staat Kevin Angel. Kevin Angel legt hem in de 16. En daar staat Tim de Pender en die weet de bal niet tussen de palen te koppen. Terneuzen weer in aanval. Lange bal op Cornelissen. Cornelissen zit in de 16 van de SO en die legt de bal heel goed op Pander. Pander die, ach jongen, Pander via de binnenkant paalt eruit. Brian Vaal die bal oppakken, maar vlak voor zijn handen wordt hij teruggelegd op Rick Gort. En Rick Gort die maakt er 4-0 van voor Terneuzen. Ja, dit is een loodzware middag voor de spelers en de staf van SO1. SO1 die zo 10 minuten voor tijd toch nog gaat opbouwen via de linkerkant. Robin Winkels die de bal steeds weer terugkrijgt. Hij wil hem diep spelen, maar iedere keer weer terug. En Robin Winkels aan de bal. En daar verliest hij de bal. Toch op een slordige manier. En Terneuzen die gaat er vandoor in aanval. Maar daar is Dennis Grootjohan. En die komt iets te fanatiek ingegleden. En die had al een gele kaart. En daar komt zijn tweede en Dennis weet het al, hij doet zijn aanvoerdersband al af. De rode kaart, twee keer geel, is rood. Eenvoudig optelsommetje. Ja, dan is het gevoelsmatig nog een heel eind naar het eindsignaal van deze wedstrijd. Met Terneuzen ook nog eens een keer in de aanval. Hier richting de 16 van SO. Het is Miroslav Peric die dan de bal is. En die heeft zo langzamerhand iedere vierkante meter in de 16 van SO wel gezien. Hij blijft hier aan de bal. En daar hebben we Sam Dane. Sam Dane die zet de wedstrijd ook nog eens eventjes op 0-5. 0-5. 0-5. 0-5. 0-5.
En we zitten al in de blessuretijd van deze wedstrijd die zo langzamerhand naar het einde loopt. En alles wat zwart-wit is, dat wilde heel graag deze wedstrijd achter zich laten. Tim de Pender nog aan de bal. En jawel, de eer is gered. Tim de Pender met de 1-5. De eretreffer. Tim de Pender. En ondanks dat de wolken boven het sportpark steeds donkerder werden, is het zonnetje toch nog heel even gaan schijnen. En kunnen we nog eventjes de schaduwen van de spelers op de grasmat van SO nog eventjes gadeslaan. Maar ja goed, het zonnetje scheen al even niet meer voor alles wat SO is in deze wedstrijd. En het is bij deze ook het einde. Scheidsrechter Ere blaast deze uitputtingsslag af. Het is 1-5 geworden tegen Terneuzense Boys. En na deze teleurstellende uitslag gaan we eens even kijken hoe het is in de tussenstand van de eerste klasse B zaterdag. Nieuwenhoorn nog steeds bovenaan. En dan duurt het een hele tijd voordat we in het rechterrijtje onderin beland zijn bij de laatste drie. De 12e positie, daar staat ons team van SO met 11 punten. Alleen onder ons nog zeer kort op Briele met 2 punten minder en met 3 punten minder Neptunus. Het wordt nog spannend de rest van het seizoen. We gaan het zien wat het ons gaat brengen. Wat zal het brengen als het gaat om de man of the match? De enige die ons dat kan gaan vertellen is Lotte Vermaat. Man of the match wordt mogelijk gemaakt door PeetDeFlowerman.nl. Deze week geen man of the match. De spelers vonden het niet helemaal gepast om na deze uitslag een man of the match te kiezen. We hadden er wel eentje kunnen aanwijzen, maar dat is dus niet het geval. Wel willen we de bosbloemen van Peter Flowerman natuurlijk geven aan een gepassioneerde vrijwilliger die er altijd is. Dus deze zijn voor u, Nel. Dankjewel. Alsjeblieft. Dankjewel. Ik sta hier naast Bart Gort, de aanvoerder van de Terneuzense Boys. Bart, gefeliciteerd met jullie punten. Dankjewel. Wat vond je van de wedstrijd van vandaag? Ik denk, Het was in het begin altijd heel moeilijk, maar uiteindelijk hebben we via de omschakeling kwamen op voorsprong en ik denk dat dat voor ons heel goed is verlopen voor de rest. SO kwam had veel meer de bal, maar goed, ze kwamen niet echt tot kansen of het was meer door ons. Dus ik denk dat, allemaal dan, dat we met een goed gevoel terug naar Terneuzen kunnen. Ja, aardige reis terug natuurlijk. Ja. Al was het wel bijvoorbeeld de 2-0 en de 3-0. Hè. De penalty was dat en die 2-0. Onze keeper stond heel vaak uit zijn goal. Dus jullie hadden eigenlijk een soort gelukgoaltje. Gaf dat wel een beetje kracht aan jullie? Uiteraard. Het is ook complimenten voor Jochem dat hij zo'n goal maakt. Zijn eerste goal van het seizoen. Dus oh, ja, leuk. Hartstikke leuk. Maar goed, maakt niet uit wie de score had. Maar, als er maar gescoord wordt, kunnen wij niet veel over zeggen natuurlijk. Maar goed. Jullie staan nu. Ik denk dat jullie aardig wat punten hebben gepakt nu. En dat jullie ook op de ranglijst wat omhoog gaan. Want heel veel teams hebben gelijk gespeeld. Dus hoe ziet dat er voor de rest van het seizoen uit voor jullie? We beseften ons heel goed dat het een heel belangrijk potje was vandaag. Ja, ook voor ons natuurlijk. Ja, voor ons dan goed uitgepakt. Ik denk dat we nu vorige week was misschien wel een beetje de boost om vandaag echt te winnen. En ja, goed, we wisten dat je wint, dan doe je gewoon een hele goede zaak in de stand. Ik weet niet wat de rest heeft gedaan, dus ik hoop dat het meeval. Veel gelijk en een aantal gewonnen, maar dat is altijd. Ja. Oké, bedankt voor het interview en heel veel plezier met feest in de kleedkamer. Ja, goed, dit was SCO 2 voor deze week. Volgende week spelen we uit tegen BVCB. De week daarna spelen we weer thuis tegen Briele. Tot dan!